Hey, dag lieve kijker. Sommigen nieuw, sommigen die al heel lang kijken. Ik ben dit kanaal zo'n 8 à 9 jaar geleden begonnen. En dan kom ik gelijk bij het onderwerp waarvoor ik nu even zo op deze manier bij jullie wil komen. Ik kreeg ineens af en toe zomaar spontaan een donatie. En dat kreeg ik toen niet per bank, want die had ik niet openbaar. En mijn PayPal-rekening had ik ook niet openbaar. Dus ik kreeg dan hele verrassende cadeautjes of kaart met geld via de post. En ik weet nog heel goed hoe hartverwarmend dat voor mij was. Dat ik dacht, wat, hè? Mensen geven me een cadeautje of geven me spontaan vanuit het hart wat geld, een bijdrage. En om een lang verhaal kort te maken, dat gebeurt nog steeds. Alleen mensen doen het nu, omdat mijn bankrekening en mijn PayPal-rekening wel openbaar is. Krijg ik nog steeds heel spontaan waardering in de vorm van geld voor wat ik doe. Wat ik eigenlijk nu al zo lang doe. Inmiddels dus al 8 à 9 jaar. En ik vergeet vaak om jullie daarvoor te bedanken. En ik doe het wel eens zo tussen neus en lippen door. Maar nu dacht ik, nee, ik moet het nu ook face-to-face even doen. En vooral om jullie dan daarmee ook te zeggen van het wordt ontzettend met veel liefde ontvangen. Ik ben er ontzettend blij mee. En en als jij ook voelt al een tijdje dat je dat eigenlijk ook wil, dat je me iets zou willen schenken, weet dat dat zeer, zeer, zeer gewaardeerd wordt. En en mocht je daar al een tijdje mee lopen en vergeet jij het iedere keer, zoals ik al regelmatig vergeet, om jullie daarvoor te bedanken. Nou, dit is de tijd om het dan niet te vergeten, want ik ben binnenkort jarig. 4 juli ben ik jarig. En dus als je dat dan toch wil, dan is dit het moment. Maar niks moet, hè. Het is puur omdat als je het een keer graag zou willen geven. Dat was het. Nogmaals, super dank. Heel erg blij mee. Het geeft echt blijk van waardering. Dat is een manier, hè. Geld uitwisselen is een manier om je waardering te uiten voor wat jij krijgt. En super. Dankjewel. En nu door naar weer een nieuwe reading voor jouw sterrenbeeld. Heel veel liefs. Bye. Dag lieve Rom. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. Welkom. Algemeen, dus kan niet voor elke Rom gelden. Als het niet met jouw situatie overeenkomt, laat het dan gaan. En als het wel met jouw situatie overeenkomt, dan is dat synchroniciteit. En dan is die boodschap echt voor je bedoeld. Kwaadheid. Anderen kunnen eigenlijk flink op je knoppen drukken. En waarschijnlijk als je je emotioneel in de steek gelaten voelt. Oké. Oud zeer en dan onderdrukte woede. En dat komt er dan soms op een meest ongeschikt moment komt het er helemaal uit. En dan kun je wel eens dingen zeggen waar je ontzettend veel spijt van hebt. Want er komt eigenlijk de hele lading van het innerlijk kind erbij mee. Dus eigenlijk is het heel doorgeslagen yang-energie, zo kun je het ook noemen.
Het is, waarschijnlijk kun je, heb je moeite met huilen. We gaan nog verder kijken. Als je hier niks aan doet, dan kan het zich, dan kan het zich echt ook met via enorme agressie naar buiten komen. En dat wil je niet. Maar je wil het ook niet onderdrukken. Dus het is bedoeling dat het een gezonde uitlaatklep gaat krijgen. Die kwaadheid die nog in je zit. Wat nog eigenlijk van het innerlijk kind is. Dat is 90%. 90% oude pijn en 10% is normaal. Dus kun je wel nagaan dat als zeg maar, het innerlijk kindwond thema aangeraakt wordt. Stel je hebt je als kind regelmatig in de steek gelaten gevoeld. En emotioneel in de steek gelaten voelt. En dan drukt op de knop. Paf! Dan kun je exploderen. Dus van belang om dat in goede banen te leiden. En dat kan via innerlijk kindwerk. Dus dan kan... ga ik ze trekken? Ja, natuurlijk, waarom niet? Oké. Neem even een pauze. Haal diep adem en relax. Misschien ben je ook wel heel erg druk. Verklaar de kaart. Tum. De kaarten. Advieskaart bij de toekomst. En de verklarende kaart bij jou. Nou, dan gaan we beginnen. Ik ben benieuwd wat er verder... je hangt nog aan het verleden. Er is dus een... en dat is ook zeg maar als iemand... Iemand kan dan heel erg jouw oude wond uit het verleden aanraken. Waardoor jij ook nog niet helemaal tot je recht komt. Niet helemaal... Ja, je verschuilt je eigenlijk nog achter de doos van het verleden. Het is belangrijk dat je totaal aanwezig gaat zijn bij jezelf. Het wordt aangeduid met een, zeg maar, een trapezenummer. Drie mensen die dan deelnemen aan die trapeze. En dan kun je vandaag dat je totaal aanwezig moet zijn bij wat je moet doen. Wat je te doen hebt. En bij jezelf. Want als jij niet gefocust bent en afwezig bent, ja, dan val je te pletten. Mag je hopen dat er een net onder hangt. Innerlijke stem. Je wordt dus geleid via jouw innerlijke stem. Maar je ziet het, de mogelijkheden liggen dwars. Het lijkt wel of jij, dat lijkt wel, dat is zo, dat je je mogelijkheden nog te beperkt ziet. Terwijl er een hoger plaatje is, een hoger plan. En die adelaar kan dat zien. Maar als je nog aanslaat op ervaringen uit het verleden, kun je vaak het hogere plaatje niet zien. Ja. Je houdt dan vaak vast aan controle, controledwang, beheersen van emoties. Dat is dit. Kijk, het is ongeveer hetzelfde. Hè? Je ziet twee, dat is mannelijke energie. Die zit zowel in man als vrouw. De yang energie. Als je zeg maar je emoties beheerst, wil beheersen, dat zegt deze ook. Probeer niet een Boeddha te zijn, zegt deze. Als je dat nog niet voelt, als je eigenlijk voelt dat je iemand zou willen vermoorden, dat is deze. Maar je bent je emoties aan het beheersen. Dan explodeer je op een als het emmer overloopt, hè. Dus, dat kan zich ook uit dat je eigenlijk macht en controle ook over je leven, maar ook over andere mensen wil uitoefenen. Dat het toch wel moet gaan zoals jij het eigenlijk wil. Ja, en dan zit je niet in de flow. Met betrekking tot invloed van anderen is het zaak dat je een zelfoverwinning gaat behalen. Dat je... Ja, je tranen onderdruk je. Je tranen beheers jij. En daarom krijg je kwaadheid. Tranen is namelijk yin-energie. Dat is je vrouwelijke energie. Daar word je zacht van. En tranen inhouden betekent... Word je koud, kil, hard. En dat is dit. Dus de hoop is
Ah, en je sluit compromissen met je eigen waarheid. Dat is ook dit, om controle te houden. En omdat je dan eigenlijk je wat beheerster voller wil doen dan dat je je voelt, ja, dan word je ook een beetje schijnheilig. Dat is dit. Want je innerlijke waarheid is eigenlijk dat je iemand zou willen vermoorden. Nou zeg ik uiteraard niet dat je dat ook maar eens even moet gaan doen. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat het begint met toegeven dat je zo kwaad bent van binnen dat je iemand wel zou willen vermoorden. Dat je weet dat je het niet moet doen, maar dat je het wel voelt. En dan ben je echt. Dat is het uitgangspunt. En dat het een doorgeslagen energie is, ja. En dat het ongezond is, ja. Maar het is maar dus het erkennen, het neem pauze, haal diep adem en besef dat het zo is. Dan kun je er wat aan gaan doen. Als je het niet onderkent en je blijft het beheersen, dan ga je op een andere manier je agressie, je wil opdringen aan anderen. Dat kan ook zijn dat je gelijk wil hebben, maar dat je daarvoor ook onzuivere middelen wil inzetten. Dat je een ander met pinkie erbij betrekt om je gelijk te halen, om macht over anderen uit te oefenen. Dan gaat de schaduwkant zich op een hele nare manier zich laten zien. En dan zit je in je schaduwgedrag. Koud, hard, kil. Je verliest dan je empathie. Het is eigenlijk ook je eigen pijn van je in de steek gelaten voelen. En dat je dat dan ook een ander aan gaat doen. En om ze een slag voor te zijn bij wijze van. Of om zelf niet gekwetst te worden. De aanval is de beste verdediging. Dat soort strategieën om jezelf eigenlijk te beschermen. Je bent dan ook te hard geworden voor jezelf. Je staat jezelf niet toe om te huilen. Hij ligt op de hoop en de vrees. En je hebt waarschijnlijk ook een bepaalde overtuiging. Misschien ben je een man. Kan ook voor vrouw gelden hoor. Want dat staat hier ook. Zelfde valkuil voor een vrouw. Dat je een overtuiging kunt hebben. En dat je dat ook is aangepraat. Door mensen in dat massabewustzijn. Dat huilen niet oké is. En dat je dan een of andere slachtoffer bent. En dat je een aansteller bent. En dat soort dingen. Dus dat je tranen bent gaan inhouden en dat jij je sterker voor bent gaan doen dan je in werkelijkheid bent en voelt. Deze, het is het slechtste wat je kunt doen om je emoties te beheersen en er helemaal aan voorbij te gaan. Want dan kan jou de schaduw zich helemaal uit gaan leven. Wraakzucht bijvoorbeeld moet je dan aan denken. Iemand terug willen pakken. Iemand willen controleren. Dat soort dingen krijg je dan allemaal. Advieskaart is laat het goddelijke je over je uit strooien. Met wijze raad. Met guidance. Met hulp. En luister naar je eigen innerlijke stem. Want die heb je. En die waarschuwt je ook. Die zegt, dat is ook je goddelijke component in jou. En met betrekking tot invloed van anderen, is dus dat je een zelfoverwinning moet halen. En dat kan ook zijn dat je, om het los te kunnen laten, dat oude zeer, dat je een stap doet naar de hogere visie. En je angst onder ogen gaat zien dat je niet door de pijn heen wil. Dat je je beschermt door hard, kil en koud te willen zijn. Hè? Of in ieder geval, dat niet te willen zijn eigenlijk. Maar denk dat dat de manier is om jezelf te beschermen. Dat. Dus een zelfoverwinning behalen. Dat wil zeggen dat jij de moed, dat je een stap kunt gaan zitten om hier wat aan te doen. Ja, want anders dan kun je ook weer openstaan voor een nieuw begin. Want nu klamp je waarschijnlijk ook vast aan oude zaken.
die eigenlijk nog jouw verleden blijven spiegelen? Kun je de dingen niet loslaten? Durf je het onbekende niet in? Terwijl je de pijn nog moet loslaten. En totaal aanwezig moet gaan zijn bij jezelf. Ja, want dan, wat nu gebeurt, is dat je back and forth gaat. Maar kijk, als je het loslaat, dat is een verklarende kaart, hè? Als je het loslaat, en dat is dus oude pijn loslaten, dan kan er een nieuw begin. Oh, dan ga je ook de dingen vanuit het goddelijk plaatje zien. Dan laat je de controle los. Dan kan je leven in de flow gaan, dat je je innerlijke stem volgt. Dat je je mogelijkheden gaat zien, hogere plaatje gaat zien als die adelaar. Dat je niet meer bereid bent om compromissen te sluiten met je eigen innerlijke waarheid. Dat je ook niet bereid bent om schijnheilige spelletjes met anderen te spelen om je gelijk te halen. Dan word je zuiver en dan ga je ook niet meer back and forth. Want deze zegt, je gaat een stap vooruit, maar je doet ook weer een stap terug. Dus eigenlijk blijf je hangen aan het verleden. Kan ook aan een oude relatie zijn, dat je nieuw begin niet aandurft. Dat je, ja, misschien is met betrekking tot invloed van anderen wel dat je het gesprek aan moet gaan. En dat jouw innerlijke stem al heel lang zegt van dat noodzakelijk is. Misschien wel om een bepaalde relatie los te laten. Maar klamp je eraan vast? Of ja. In ieder geval, je houdt iets tegen. Dus een bepaalde stap. En ik voel ook de stap naar hogere visie en heling. Om het te kunnen loslaten. Dat eigenlijk, ja. Dus neem pauze, haal die baan, relax en maak een keuze. Want anders kun jij nooit blij zijn. Want kijk, het is dat kind die dan gewond blijft. En die dan blijf je het patroon gewoon herhalen. Dat zal zich ook in relaties uiten. Dus ik zal ook een liefdesbankkaart trekken. Van Hanna Kuppe, geweldig. Anna Kuppe heeft ook zelf het proces doorlopen. Hier heb je hem, zie. Kijk. Als mens gaan we van nature niet graag naar de pijn. Toch is dat de plek waar je moet zijn, want daar begint de heling. Als jij geen adem naar de plek in je lijf brengt waar het zeer doet, en dus de tranen ook laat vloeien, verdwijnt het leven eruit. Je verbandt die plek. Een ziekte kan zelfs zijn intrede doen. De plek van verwonding is de plek van bevruchting. Als jij jezelf opent op de plek waar het zeer doet en de lading van de pijn toelaat, kan het leven er weer stromen. Kijk, dit stroomt niet, lieve Ram. In het toelaten zit het loslaten. Zo verander je een wond in een litteken en daar kun je heel goed mee leven. Nou, zo is dat. En dan blijf je ook niet back and forth gaan. Dan durf je een nieuw begin aan. Dan durf je zelf overwinningen aan. Dan hou je niet alles zo onder controle. En dan krijg je heel veel ruimte. En ik kan je daarbij helpen. Je bent van harte welkom voor innerlijk kindwerk. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. En dan kun je me mailen of bellen. Ik wens je sowieso een fijne maand juli. Heel liefs. En tot volgende maand. Bye bye.